Deze spellen zijn de afgelopen week nieuw binnengekomen in ons magazijn. Dit wordt, zoals we het soms noemen, een vluggetje. Ja, maar... Ik kan niet... Wat? Dit is gewoon... Het is niet heel veel, dus we zijn vlug klaar. Vandaar een vluggetje. Ja, ik had echt error. Je liep helemaal vast in je hoofd. Ja, ik liep helemaal vast. Ik wou iets zeggen, maar... Wat ging er allemaal in je hoofd vandaan toen ik dat zei? Ja, nou, error. Error? Nou, oké. Ik wou zeggen, het maakt niet uit, want het zijn nieuwe spellen. Ja, en nieuw is ook goed. Ja. Ik pak er even nieuw gelijk... Nieuw is always better. Eentje bij. En dat is deze. Dat is SideQuest Nemesis. Maar is het van Nemesis? Nou, het is mede mogelijk gemaakt door Awakened Realms. Het is gemaakt door Board & Dice, onder andere de uitgeverij van Nucleum. Het zijn escape room spellen en SideQuest, komt er zo meteen nog een. En deze speelt zich af in de wereld van Nemesis. Dus het is zeg maar een sidequest die je doet. Briljant. Ja, dat is toch heel cool? Briljant, maar het is een escape room spel. Het is een escape room spel inderdaad. En ik zal het even laten zien. Dat is misschien wat lastig te zien, maar er zit een of andere cube ga je maken waar je blijkbaar denk ik puzzels mee oplost. Maar willen wij dit niet gewoon? Het is wel interessant. Je bent wel escape room, hoor. Ja. Ik weet het, maar... Het is een complexiteit van 2 tot 4. En ik denk dat ze hiermee een nieuwe serie willen gaan beginnen. I like it. Ze beginnen gelijk met 2. Want zou dat dan zijn op basis andere van wat Unlock gedaan heeft? Die heeft natuurlijk spelavonturen. Nou, dat zou goed kunnen. Ik bedoel, die loopt ook goed. Ja? Dit is Seventh Sea. En deze heeft volgens mij niet met een spel te maken. Maar dit is gewoon een op zichzelf staand iets. Ik zie het. Beter inlezen, Geert. Goed, dit is blijkbaar zijn hier boeken van. Er staat namelijk op de achterkant dat je... Nou, daar hoeven we toch niet van op de hoogte te zijn. Dat je geen Seventh Sea boeken nodig hebt om het te spelen. Maar dit is level 3 van 4. Ja, dus deze iets is wat moeilijker. Ja, leuk. Dan hebben we emaille, tokens en munten. En nu hoor ik je denken, waarvan zijn die dan precies? Mm-hmm. Die zijn zwaar. Ja, die zijn van het spel Age of Comics. En dat is ook nieuw. Ja, dat zag er leuk uit, vond ik. Ja, zo, dit is echt zwaar. Het is een worker placement spel waarin spelers een comic book publishing company tijdens de gouden tijd van de comics proberen te leiden. Ja, dus je gaat waarschijnlijk comic books maken, publiceren. Ja. Je moet crew inhuren, zag ik. Creative team. Het ziet er een klein beetje uit alsof je het opbouwt zoals het spel Museum. Met allemaal verschillende rijen en kolommen waar je kaarten inderdaad in gaat spelen. Nou ja, ziet er leuk uit. En ik hou van strips, althans de Donald Duck. Dus interessant. Jij houdt van strips. Ik hou van de Donald Duck. Maar nu klinkt het alsof je strips leest. Ben je wel eens een stripboekwinkel geweest? Ik heb vroeger, dat wel, toen ik jong was. Heb ik Donald Ducks gelezen. Maar als je zegt ik hou van strips, dan zie ik de Big Bang Theory voor me. Ja, zo is het niet. Maar ik heb een sympathie voor het idee strip. Nou goed. Oké, moment. Nog 2. Dit is de uitbreiding van Redwood. Ja, ik hou hem goed. Into the Wild. Into the Wild, inderdaad. Maar wat grote doos. Mocht je denken, ik had al een Kallax-kast nodig voor alleen het basisspel. Dat wordt nog even wat meer met deze uitbreiding. Hier zit onder andere nieuwe transportmogelijkheden. Nieuwe beweegschablonen. Je hebt een kronkelend pad. Een kronkelend in plaats pad van zo'n rechte streep. En je hebt een puma, blijkbaar, die lastiger te fotograferen is. Je kunt je tent opslaan. Je hebt beetje allemaal de wolf, zoals in Nederland. Check. En solo-modus. Solo-modus. En je hebt nog dat je van grotere afstand kunt fotograferen. Of kon die al solo? Ja, volgens mij is dit een uitbreiding van de solo-modus. Interessant. De laatste. Kijk, die is voor jou. Ja, dankjewel. Promootje. Tadaa! Tales Adventure to Amaze. Tactics. Dit is natuurlijk Unmatched. En dit is een coöperatieve versie. Ja, ben ik heel benieuwd naar. We hebben hem op de Shelf of Shame liggen. Deze promo, we hebben er inmiddels iets meer ontvangen dan afgelopen woensdag. Maar niet genoeg voor iedereen. Dus als je hem wil, dan... We doen het echt op binnenkomst. Dus dan moet je snel zijn. Ja, dit zijn gewoon 3D-dingetjes voor dingen die vervangen worden in het spel zelf. Moet zeggen, degene die in het spel zelf zaten, waren ook al van acryl. Dus die waren al niet lelijk. Nou, eens. Mensen, dit was hem. Zoals ik zei, het was een vluggetje, maar wel fijn. Bedankt voor het kijken van deze. En heel graag tot een volgende. Lieve groetjes. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden we blij van. Yay! Wij sparen abonnees, wist je dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Ja. Alvast welkom. Ja, dat zou echt leuk zijn.